Hoi en welkom bij FEM. Vandaag ga ik jullie tips geven hoe je een koortslip kan voorkomen of zo snel mogelijk kan genezen. Ik heb een koortslip, die heb ik al vanaf dat ik klein ben, zit het virus in mijn lichaam. Dat heb ik ooit van mijn moeder gekregen. En als je eenmaal een koortslip hebt, dan komt die dus voor eeuwig terug. Bij mij komt die 2 keer per jaar terug. Soms 1 keer. Sommige mensen die hebben er elke maand last van en sommigen hebben er gewoon jarenlang geen last van en dan ineens weer wel. Nou, meestal krijg je een koortslip doordat iemand je gezoend heeft. Kan ook gewoon op je wang zijn, die op dat moment een koortslip heeft. Het is zwaar, zwaar, zwaar besmettelijk. En iedereen die een koortslip heeft, die weet ervan. Zoen niemand als je een koortslip hebt, want diegene krijgt het dan ook. En je zit er gewoon aan vast voor de rest van je leven. Het is echt niet leuk. De regel met een koortslip, raak geen andere mensen aan. Vooral baby's niet, dat is hartstikke gevaarlijk. Maar ook gewoon kinderen. Je partner niet. Ik heb nu al 11 jaar met mijn vriend en ik heb het hem nog nooit gegeven. Hij heeft geen last van koortslippen. Hou gewoon afstand, hoe vervelend dat ook is. En op het moment dat hij weg is, wacht dan nog 1 of 2 dagen en daarna kan je weer... Ja, kan iemand weer zoenen en zo, want dan is het niet meer besmettelijk. Maar goed, zodra je een beetje iets voelt, hop, gelijk stoppen met knuffelen, zoenen, 3 zoenen geven. Ook niet, ik heb een keer iemand koortslip gegeven door 3 zoenen in de lucht te geven. Dat iemand zei van, oh, gefeliciteerd. En toen, oh, nee, ik heb koortslip, nou, doe het wel in de lucht. En ja hoor, toen had zij het koortslipvirus ook te pakken. En dat is echt heel vervelend. Goed, mijn tips. Ik ben echt een super ervaringsdeskundige, want ik heb het al vanaf dat ik klein ben. Zofirax en al die smeerseltjes, daar ben ik inmiddels immuun voor geworden, omdat ik het zo vaak gebruikt heb. Maar ik heb hier dingen die wel echt werken. Het nummer 1 ding tegen een koortslip, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Als ik mensen zie met een koortslip, ja, heel veel mensen weten dit ook niet, maar L-lysine. Dit kan je kopen bij, nou, dit komt al van de tuinen, dat is de goedkoopste. 1000 milligram L-lysine, dit geschikt voor vegetariërs en veganisten. Dit is een aminozuur die specifiek goed werkt tegen een koortslip. Als je voelt dat hij aankomt, neem gelijk een pil in en hij komt niet door. Sommige mensen nemen elke dag preventief een L-lysine tablet. En sommigen doen het alleen als ze hem voelen aankomen. Nou, ik weet, bij mij, heel gek, ik krijg dus altijd in de zomer op de allerwarmste dag... En, oké, sorry TMI, maar wanneer ik zwaar gesteld ben, krijg ik een koortslip. En 1 keer in november. Ik vind hem nu erg... Ja, dit is die van november, vermoed ik. Hij is erg vroeg gekomen dit jaar. Meestal is mijn weerstand heel slecht. Dus sowieso, je krijgt een koortslip als je weerstand dus heel slecht is. Dus ik weet, als ik hem heb, dan is het nu het laagste van het laagste. En ja, je lichaam kan het dan even niet aan en dan komt hij er weer uit. Dus wat ik altijd doe is dat ik in die maand, dus in de zomer slik ik het elke dag en in november slik ik het elke dag. Vandaar dat ik hem nu heb, want ik had niet verwacht dat ik hem begin oktober al zou krijgen. Goed, L-lysine, echt, dit heeft ervoor gezorgd dat ik hem deze zomer niet heb gekregen en vorig jaar heb ik hem ook maar 1 keer gehad en normaal heb ik hem 2 keer. Dus zeker dit doen. Verder, vitamine C. Ik heb deze tip ooit gekregen van een vriendin. Die zei, probeer eens vitamine C bruistabletten. Sindsdien ben ik helemaal fan van, want het werkt ook gewoon als je een beetje ziek bent. Of voelt je niet zo lekker, gewoon zo'n bruistablet of zo'n zakje. Maar dit is ook zo, als je voelt dat je koortslip opkomt, neem gelijk vitamine C. Want vitamine C zorgt er gewoon voor dat je lichaam weerstand beter wordt. En dat heeft direct effect op de koortslip, die hopelijk op dat moment nog net niet is doorgekomen. Meestal voel je wel een beetje tintelen, dus gelijk L-lysine, vitamine C erin gooien. En misschien komt hij niet. Dan, als je hem al hebt. Nou, ik heb veel geprobeerd. Er zijn eigenlijk twee manieren. Heel veel zijn ervan overtuigd dat ze hem of moeten invetten juist, of moeten uitdrogen. Invetten als in heel veel blistex erop smeren of iets vets. Bij sommigen gaat hij dan sneller weg. Bij anderen gaat hij sneller weg als je hem uitdroogt. Nou, bij mij gaat hij dus sneller weg als ik hem uitdroog. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer droog krijgt. Als hij net vers is. Nou, ik heb het gisteren gekregen. Dan is het een soort van vochtbultje. En op een gegeven moment gaat hij ook kapot. En het vocht wat eruit komt, dat is dus echt zwaar besmettelijk ook. En je wil dat dat bultje zo snel mogelijk stuk gaat en uitdroogt. Dus zodra dat dan zeg maar kapot is, kan je beginnen met uitdrogen. En wat heel goed werkt, zijn producten met zink erin. Dit is bijvoorbeeld Hanna Active Dry. Hier zit heel veel zink in. Dat is dan, het ziet er lichtroze uit. Ik kan het zo laten zien. Dit is normaal ook vooral bedoeld voor puistjes en zo. Maar dit werkt echt mega goed ook op een koortslip. Want het trekt er echt in, droogt het helemaal kapot, zeg maar. En dat wil je. En iets anders wat heel goed werkt, is Biafine. En Biafine kan je helaas niet in Nederland kopen. Ik koop dit in Frankrijk. En dit is een brandwondenzalf. En om de een of andere reden, als ik dit erop smeer, werkt dat mega, mega goed. Gewoon de hele tijd bijsmeren. En als ik geen foto's of wat dan ook, of ik zie niemand, dan doe ik gewoon echt een dikke klodder erop. Gewoon
weet je, maakt toch niet uit. En dit zorgt ervoor dat het echt sneller weggaat. Verder, juist doordat je van die uitdrogende producten gebruikt. Ik heb al heel snel mijn lippen ook weer echt kurkdroog geworden. Dus wat ik doe is, ik gebruik lipbalsem. Maar ik gebruik het alleen op mijn lippen en absoluut niet in de buurt van de koortslip. Je wil ook niet dat dit in je lipbalsem komt. Dus ik zou absoluut geen stick gebruiken, maar ga voor een potje. En ik gebruik dan een vinger die niet in aanraking geweest is hiermee. Breng het zo aan. Tot aan, zeg maar, de koortslip. En daarna ga je je handen wassen. Gelijk, zo besmettelijk is het dus. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Met gewoon een zalfje lippen doen. Met iets uitdrogends op de koortslip of biafine. En ja, L-lysine nemen elke dag. En dat is eigenlijk het enige. Oh, en niet eraan gaan pulken. Want dat is ook heel verleidelijk op een gegeven moment om te gaan trekken en pulken. Maar niet doen. Het ziet er vies uit. Blijf er nou gewoon vanaf. Smeer het goed in. En je hebt ook van die patches. Maar ik vind ze persoonlijk erg duur. En ik merk niet dat het voor mij veel effect heeft. Dus ja, ik gebruik dit gewoon. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Als jullie nog tips hebben. Oeh, nog een laatste. Een tea tree werkt ook heel goed. Tea tree olie. Als jullie nog tips hebben, laat het achter bij de comments. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg! Een handicap hebben met complimentjes geven. En dat komt omdat